vanavond. Wij komen deze keer dan niet uit de plantage in Amsterdam, maar met Bren Paul en Witman komen uit Slotervaart. Om precies te zijn, dat wijncentrum Eigenwijs. En dat was die buurt in Slotervaart, u weet het ongetwijfeld, waar veel rellen zijn geweest dit jaar. Auto's in de fik, agressie, onderlinge agressie tegen de politie. En de vraag is natuurlijk, kan daar iets aan gebeuren? Een echt buurtfeest. Om 9 uur moest de live muziek stoppen in verband met geluidsoverlast. Maar de band ging door. Een zanger begon de tekst Fuck the Police te zingen, doelend op de al de hele dag aanwezige agenten. Daarnaast gooide een andere zanger een t-shirt in het publiek. Volgens de politie ontstond er toen een massale vechtpartij en moest er ingegrepen worden. Daarbij vielen rake klappen. Ja, de politie bij elkaar. Hoe kan dat? Honden komen. Honden, er was maar een man gebeten, ik weet niet zeker. Er was gewoon niks aan de hand, er was gewoon niks. Ze zaten er gewoon op te wachten. Ze hebben ons schoolgemeenschap gewoon geknuppeld, geslagen. Gewoon echt. Honden werden op ons af. Ze met kinderen dan, maakt niet uit of je kinderen dan al. Je werd gewoon weggesjouwd met die honden, alles zo. De gemeente Amsterdam verplicht huiseigenaren met een tweede woning in die stad om hun leegstaande appartement te verhuren. Zo wil de gemeente de leegstand tegengaan. Sinds begin dit jaar zijn al 750 brieven verstuurd naar huizenbezitters die hun huis moeten afstaan tegen een sociale huurprijs. Doen ze dat niet, dan volgt een dwangsom die kan oplopen tot duizenden euro's. De huurders die dan de voorgedragen worden middels een huisvestingsvergunning krijgen, straf van 3000 zoveel euro per dag maximaal. Dus maximaal boete 6000 per dag. Waar de antikraak in zit, dus je denkt van je doet het goed. Je hebt in ieder geval mensen die verbonden zijn aan de stad, die zitten erin en die zijn aanwezig. En die gaan dan dit schrijven. Met als nadeel dat je dus dat die mensen die antikraak waren, ja, die kregen ook een brief thuis. Want die moesten 150 euro per dag gaan betalen als die heel snel het huis uit waren. Nou ja, wat vindt u van de oplossing van de gemeente? Ze willen hier natuurlijk gewoon een leegstand mee tegengaan. Dagje in Amsterdam. Voor de verandering hadden we onze rug deze keer niet naar Den Haag gestuurd. Samen met cameraman Dennis zou hij vandaag een reportage maken in het stadsdeel Nieuw-West. Voor de media zo langzamerhand absoluut de no-go area. Opgefokte bondkraagjes menen daar namelijk de baas te zijn. Te herkennen en zeer serieus te nemen. Er is vandaag een brief naar de bewoners gestuurd met daarin een tijdelijke oplossing. Er wordt een leegstaand parkeerterrein weer toegankelijk gemaakt voor parkeren.
buurt achteruit zien gaan en ik herken mezelf niet meer als een buurtman. Is het zo erg? Het is wel erg, ja. Ik heb ook op de PVV gestemd. En waarom? Omdat ik geen vertrouwen meer heb in Den Haag. Hoezo heb je op Wilders gestemd als een praatman? Hij durft te zeggen wat wij denken. Ik kom echt zo over bijdragen, wel. Bang! En toen hoorde ik hem zeggen: bangers! En dat was heel snel weg. Ja, het ging eigenlijk een beetje knullig, want hij wilde wegrijden. Het ging ongemakkelijk, hij raakte volgens mij bijna op een andere auto. En toen, toen stond iedereen al voor de raam, dus heel makkelijk even. Cut! I tell you this, there is a man running away. He has $100 in his hand. Another hand has a mirror, a small mirror. He gets to the border. There is a guard there. Guard says, hey, stop. And he stops. He says, what do you have with you? Man says, sir, I got only $100. He says, yeah, but what is that? That's a mirror, a small mirror. Mirror? Did you hide something inside the mirror? Let me see that. Guard catch the mirror. Open it, look at the man, and then break it. Give it back. Man says, why did you do that, sir? I told you there is nothing inside the mirror. Man says, yeah, you knew it, but I didn't. Now I know it. How about that? She didn't like it. I got a job.
Mm-hmm.